Deze week verlaten de laatste gebruikers van de voormalige Shalom en later Westwoudschool het gebouw. Sinds 1970 leerden veel Zoeterwoudenaren hier lezen en schrijven. Na het vertrek naar Brede School Het Avontuur even verderop in het dorp werd het gebouw de laatste maanden bewoond door studenten. Na een feestelijk afscheid moeten de studenten het gebouw leeg opleveren en starten de sloopwerkzaamheden. In 2020 moeten er 10 woningen op het terrein komen te staan. Nou, dit was mijn kamer. Hier stond mijn bed, was een hoofdslaper, zeg maar. Daaronder kon ik nog spullen kwijt. Hier had ik een soort van zitbankhoek gemaakt. En dan had ik een beamer hier opgehangen, waarmee je nog films konden kijken. Een achtergebleven kunstwerk dat groep 1 en 2 ooit maakte voor de kunstroute, is door de laatste bewoners van de sloophamer gered. Deze geven we terug aan het avontuur. Want hij hing er nog. Ja, hij hing er nog in de gang. En nu? Want vanaf nu is het alleen maar bergafwaarts natuurlijk. Weer thuis bij je ouders? Ja, ik moet weer terug naar mijn ouders tot ik iets gevonden heb voor mezelf. Waarom woon je eigenlijk Antikraken en niet gewoon in een studentenhuis? Dit was lekker in het dorp. Lekker dichtbij, lekker goedkoop. Ik was de kortste die hier was eigenlijk. Ik heb hier denk ik 3 maanden gezeten. Vooral in de zomervakantie. Ik heb een hele leuke tijd gehad.